Hey, goedemorgen. Het is eindelijk weer eens wat rustiger aan boord van de Drifter 22, Doeltje Bella. Het is een uur of negen op donderdag 13 september. En we hebben net het anker gelicht. Ja, het anker gelicht. Want we hebben de nacht doorgebracht onder het Oert. Het Oert, dat is het hoogste duin op Ameland, op de oostpunt. Ontzettend prettige overnachting. Zeker als je daar 's nachts aankomt met een zuidwestenwind die verwacht wordt te gaan ruimen naar het noorden. En in de plensregen. Nou, dus we hebben vannacht een spring op de ankerlijn gezet zodat we noord-noordwest voorlagen. En dat was natuurlijk even onprettig, omdat de regen toen niet allemaal van voren kwam. Maar half de kuip in. Nou ja, anyway, we werden wakker en we hebben heerlijk geslapen, want voor het droog lag was de wind inderdaad naar het noorden gegaan. En nou hebben we een zalige nacht doorgebracht. Het wantij onder Ameland is inderdaad weer van een ongelooflijke schoonheid. In de verte zien we daar al wat vogels. Ik probeer een beetje van de ondiepte af te komen, want het is natuurlijk hoogwater. Oh, dat is het verkeerde knopje. Even kijken. Juist, ik krijg een beter panorama. Het leuke ook van 's avonds varen is dat je het Oert, dat is al tegen de ondergaande zon en tegen de schemering altijd ziet liggen al van ver. En als je dan een beetje westelijk van het Oert aanstuurt, dan weet je dat je er altijd komt. Nou, zo ook gisteren. Maar we varen onder fok en druil en genieten nog even van het noord-noordwestelijke windje. Dat ons naar Nes brengt. Want het idee is om daar toch eventjes een overnachting door te brengen. Omdat de wind behoorlijk gaat aantrekken naar een 7, het stoot 8. Nou, dan gaan we nu nog een keertje met de fiets tijmeld op. Even wat tegenlicht met de Friese kust. We laten u even alleen met het vergezicht en hopen we dat we met dit afgaande water niet op de oude tantes aanland en het vasteland lopen en dan melden wij ons weer. Dit is Drifter 22, dat is Bella.